In de afgelopen jaren werden critici van het coronabeleid weggezet als dom, extreem rechts of ontkenners van het probleem. Professor Dr. Paul de Hertz staat vanavond aan tafel en hij herkent vooral een levensbeschouwelijke kant van de COVID-kritische mens en doopte de gemene deler tot natuurhumanisme. Ja, welkom. Fijn dat je er bent. Ook helemaal uit België. Jij komt helemaal uit Brussel. Ja. Je bent hoogleraar recht en technologie. Je bent hier ook al eens eerder geweest. Vertel eens even wat meer over jezelf voor de mensen die dat gemist hebben. Ja, ik heb mij breed uit in die COVID-kritische beweging gewaagd als wetenschapper. Net zoals Jan en Geert hier. En ik heb daar enorm veel bij geleerd. Ik ben ook op al die betogingen, die vrijheidsmarsen geweest enzovoort. En ik heb nooit domme mensen gezien. En ik heb ook andere mensen dan extreemrechtse mensen gezien. En zelfs al zijn het extreemrechtse mensen, hadden alleszins een gedeelde zorg over dat pandemiebeleid. En dan krijg je die framing als dom, als complot gestuurd, als extreemrechts. Je krijgt hoefijzerstheorieën als de landbouwers er dan bij komen. En Flavio brengt zowel de landbouwwoede als de pandemiewoede. Hè. Dan komen al die mensen met elke mogelijke verklaring om het signaal niet ernstig te nemen. En dus er is het gedegen onderzoek geweest van de Universiteit naar Antwerpen van wie is dat nu gaan betogen. En dus dat doorprikt heel die framing. Hè. Dus een hele uiteenlopende scala aan mensen, links, rechts, religieus, niet religieus, jong, oud. En dus wetenschappelijk bewijs dat die journalisten niet hebben, dat het complexer is en dat er een heleboel mensen zich politiek dakloos voelen. En om die reden ook zonder vlaggen op die betogingen zijn gaan lopen. Maar dat is dan toch een doorn in het oog geweest van velen. En dus in België had je intellectuelen die zeiden, ja, die betogers die hebben geen slogans, dus eigenlijk zouden die geen media-aandacht mogen geven. En het is nu omdat jullie bij zoveel zijn, dat we jullie in een panelgesprek uitnodigen. Dus elke keer dat gevoel van, met die partij valt niet te praten, emotioneel. En volgens sommigen, nu dat de pandemie voorbij is, gaan al die mensen vrolijk Facebook-posten verspreiden over yoga en tuinieren. Want ze gaan nu naar de volgende hype. Hè? En dat vind ik een onderschatting van wat er op het spel staat. En ik denk ook, we hebben het nu heel veel over politiek gehad, dat het politiek is gespeeld. Spijtig, het is ook in vele landen een rechtsthema gemaakt, maar niet in alle landen. Hè? Maar ik denk ook dat er meer zit. Op een gegeven moment voel je aan, wij delen met de mensen die een zero-covid-beleid steunen, wij delen niet dezelfde aandachtspunten en aannames. Wij geloven in iets anders. En dus dan krijg je een dimensie meer die verklaart waarom volgens mij die kloof niet snel overbrugd zal worden met wat goede bedoelingen en beloftes. Het komt allemaal wel goed. Of Macron die achteraf zijn beleid is beginnen minimaliseren om toch niet gevaccineerden op hem te doen stemmen. En dus dat bracht me op spoor van die levensbeschouwelijke pisten. En in Nederland, Ronald Meester heeft dat briljant gezegd, er is tijdens de pandemie veel gediscussieerd, virologisch en anders, en politiek, maar niet levensbeschouwelijk. En de grote levensbeschouwelijke groepen zijn erg stil geweest of hebben, zoals de vrijzinnige humanisten, min of meer expliciete steun gegeven aan een zero-covid-beleid. En dus denk ik dat we nu die levensbeschouwelijke discussie moeten voeren. Want het is eerst en vooral niet voorbij. En in tegendeel zou ik zeggen, ze wordt eigenlijk relevanter. Hè? Dus, en ik heb bij Flavio ook in augustus, toen we een lang interview hadden, even verwezen naar Harari, die zegt, kijk, de oorlog is uit de wereld. Dat klopt niet helemaal, maar toch, de honger is uit de wereld. Ik ga je heel even onderbreken voordat je verder gaat, want je verwees net naar een interview met Flavio Pasquino. Ja. Eind augustus. We hebben daar ook een fragment van. Laten we heel even gaan kijken en dan gaan we daarna verder praten. Leuk, ja. Wat jij doet hier, hè, en ook die bewustwording van mensen, dat heel veel van die dossiers mogelijk zelfs samenhangen, maar allemaal belangrijk zijn. Laten we dat wakker noemen. Het besef dat er naast traditionele geneeskunde alternatieve visies zijn op gezondheid enzovoort. Die dingen liggen op tafel. En met een beetje hoop, hè, kunnen we ze steviger op tafel leggen.
waardoor dat er meer rekening zal gehouden worden met die agenda's en wordt ons gezondheidsbeleid rijker. Ja, dus ten tijde van dit gesprek had je vooral ideeën, ja. Een concept, maar ja. Dat was nog helemaal niet concreet. Nee. Dat is het nu wel. Je hebt een platform gelanceerd, ja. natuurhumanisme.nl. En we hebben dus hier eigenlijk een primeertje. Vertel eens even wat dat is. Ja, dus ik kreeg na die uitzending van Paul Neuteboom, die hier ook zit, een leuke mail van... Jij zegt niet alles, je laat het achterste van de tong niet zien. Mm-hmm. Dit is volgens mij wat je wil zeggen. En dan is er een heel fijne samenwerking gegroeid. En we hebben ondertussen ook de ploeg uitgebreid met Steven Arazola. Dat is een prominente covid-kritische voortrekker in België. We hebben ook veel contacten. Bedoeling is dat we... Ja, om wat te doen. Wat ga je, wat ga je doen? Een levensbeschouwelijke reflectie. Wat verbindt die mensen op die vrijheidsmarsen? En wat verbindt de mensen die in Blackbox aandacht krijgen, zowel boeren als niet-gevaccineerden, als mensen die vragen hebben bij de lockdown? En ik denk dat voor mij is dat heel eenvoudig. Dus er is daar we hebben het juist gehad over een samenleving waar beslissingen worden genomen met slechte wetenschap, met slechte modellen. En in dat stikstofdossier krijg je dus een programma, een softwareprogramma, dat empirisch geen enkele relevantie heeft. En toch gaat men boeren dwingen om te sluiten op basis van zo'n inferieur softwareprogramma. En dat is wat de mensen niet willen. Zij willen een door de mensen gecontroleerde samenleving. Waar voedselketens overzichtelijk zijn, waar we onze eigen boeren nog hebben. Maar ook, en dat is in die toeslagaffaire ook fout gegaan, waar geen beslissingen worden genomen op abstracte, niet getoetste programma's. En die kunnen een inherente bias hebben enzovoort. Dus dat is de schrik voor een machine-gedreven samenleving. Of een zekere bezorgdheid over te veel technologieoptimisme dat niet voldoende wetenschappelijk ondersteund wordt. En Harari, daar is de man, schrijft een mooi boek over de geschiedenis van de mensheid. Maar de toekomst van de mensheid is een koud boek, De Mens als God, die gaat streven naar onsterfelijkheid, naar verbetering van het menselijk lichaam en naar een leven zonder pijn. En Harari brengt dat eigenlijk zonder veel in vraagstelling. En dat is natuurlijk spijtig, want de mensen hebben daar heel wel degelijk vragen bij. Willen we een leven zonder pijn? Willen we naar een eeuwig leven voor de mens? Willen we geconnecteerd worden met chips en dergelijke? Die vragen... zijn verdiensten is dat hij die op de agenda zet. En ik denk dat het juist over dat soort vragen handelt. Hè. Dus... Willen we een griepvaccin als we geloven hè, dat dat onze natuurlijke immuniteit tegen griep gaat verminderen? Het kan zijn dat dat wetenschappelijk bewezen wordt, maar voor mij is dat een geloofsaanname. Ik wil geen griepvaccin. Ik geloof in de natuurlijke architectuur zoveel mogelijk en ik denk dat die superieur is. Dus het is eigenlijk een vraag wat ze in de filosofie hubris noemen over menselijke arrogantie. Kunnen we de architectuur van de natuur zomaar vervangen, principieel, door een abstracte, door de mens gemaakte architectuur. Ja. En daar hadden Geert en ik het net ook over, en daar heb ik al met veel mensen over gesproken. Er is iets grondig mis in ons onderwijs, is dat we mensen vertellen, dit weten we, dit kunnen we, dat weten we, maar we vergeten ze erbij te vertellen dat wat wij weten slechts een benadering van de werkelijkheid is, die vaak de complexiteit geen recht doet, en we vergeten mensen de verwondering en de verbazing over complexe fenomenen bij te brengen. Met andere woorden, beperkingen van je kennis. Deze man is daar het levend voorbeeld van. Dit is een geschiedkundige die over complexe fenomenen... Ik heb toch 20 jaar naar de hersenen gekeken en ik heb me 20 jaar lang verbaasd over waar die toe in staat zijn en hoe ontzettend het mis kan gaan. En deze man denkt dat je daar een chip in kunt zetten en dat je dan gedachten kunt lezen. Nou, ik kan je vertellen, epileptici... Je vindt het geen goed boek, begrijp ik. Nee, dit is ongeveer het slechtste boek wat ik ooit gelezen heb. Zijn vorige boek was goed. Maar dit is een geschiedkundige die zijn eigen kennis overschat. Dit is de zoveelste waarzegger, zoals we die in de geschiedenis zoveel gehad hebben, die denken te kunnen zien hoe de wereld er over 10, 20, 30 jaar uitziet. En Taleb heeft daar heel terecht over gezegd, die mensen mag je allemaal niet met een korrel zout, maar met een schipvol zout nemen. Want ze zitten er allemaal naast. De belangrijkste ontwikkelingen in onze maatschappij, die zien we niet aankomen. En nou ja, Oekraïne was daar een mooi voorbeeld van. Sommigen zagen dat wel aankomen. Maar deze man is zo simplistisch en denkt over hele complexe zaken. Zo simplistisch, deze man kun je niet serieus nemen.
Hij heeft het vooral over transhumanisme en dat staat haaks op jouw ideeën. Ja, ja, dus transhumanisme. Ik ben milder over Harari. Hij mediteert veel. En moet hij vooral blijven dat doen. Dat maakt hem wakker. En dus is het oké? Okay? Nee, maar dat vind ik toch al een pluspunt. En vandaar ook die afstandelijke toon. Maar ik vind het, hij is te lang afstandelijk gebleven. En dan krijgt hij zijn verdiende loon. Dan wordt hij ergens gepositioneerd. En hij moet maar helderder uit de hoek komen, denk ik dan. Maar dus het verhaal over technologie bevragen wordt onmiddellijk als ouderwets weggezet. Hè. Denk aan die koeien die verbaasd naar de eerste trein keken. Dat gaan we niet doen. Hè. Maar voorzichtigheid, menselijke bescheidenheid, hè. En een menselijke controleerbaarheid van ontwikkelingen naar voorschuiven, dat ligt tussen technologie-optimisme van Harari's en anderen. En technologie-pessimisme van Heidegger's en anderen ligt dat mooi in het midden. Hè. Dus een voorzichtigheid bij het bij het kijken naar ontwikkelingen en naar het sturen van ontwikkelingen. En ik denk dat dat een levensbeschouwelijke component heeft, andere dan de wetenschap. De wetenschap kan ons leren dat er heel veel overmedicalisering is en dat medicijnen vaak soms het probleem zijn. Maar een levensbeschouwing blijft weg uit ziekenhuizen. En dus dat heb ik op het interview met Flavio ook zo met zoveel woorden gezegd. En werk aan die natuurlijke immuniteit, laat die bestaan. Interesseer je voor wat is natuurlijke immuniteit. Dat lijkt mij essentieel. En dus hetzelfde met die boeren. Op basis van foute software bedrijven sluiten, dat druist in tegen van eigen boeren. Dat druist in tegen behoorlijk bestuur. En dus voorzichtig bestuur mag niet in die valkuilen trappen. En het wordt niet ernstig genomen. Het feit dat die toeslagaffaire nog altijd niet is afgerond, bewijst eigenlijk dat er geen verbeelding is. Maar ik denk dat de verbeelding zit in heel eenvoudige geloofsaannames. Hè? Dat daar, en die zijn, zoals ik zei, mensplaatsen naast de natuur, niet boven de natuur, in de natuur. Respect voor de natuurlijke architectuur. Voorzichtigheid met technologie. Een beter begrip van wat wetenschap is. Maar dan zit je in een cursus wetenschapsfilosofie. Maar het kan helpen om wat meer bewustzijn te creëren rond een levensbeschouwing daar rond. En de meesten hebben dat niet. Links heeft geen visie op technologie. Marx was voor. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen bij links die voorzichtigheid wel zien zitten. Hetzelfde voor rechts. Hè? Extreem rechts. Hitler, net zoals Marx, totaal bezeten door technologie. Ik kan me voorstellen dat er daar mensen zijn die er anders over denken. Hetzelfde in religies. Zie je toch een scheidslijn lopen binnen groepen, binnen politieke of levensbeschouwelijke groepen, tussen fanaten van technologie en voorzichtige mensen. En het zijn voor die voorzichtige mensen dat we nu hier samen zijn en dat we ook een platform hebben opgericht, die website, hij staat in beeld. En we gaan teksten uitlokken. Teksten van architecten over de inspiratie die zij vinden in de natuur. Teksten van mensen in de zorg. Teksten van filosofen, ethici. Teksten over het organiseren van de economie. Dus, maar wel altijd vanuit die uitgangspunten, de menselijke maat, respect voor wat er is en die natuurlijke architectuur en ook een zekere bescheidenheid bij het voorstellen van alternatieven. En niet te vergeten, wat heel veel wetenschappers doen en ook heel veel mensen die de wetenschap aanhangen, is dat ze de werkelijkheid de rug toekeren en met hun ogen alleen maar op de technologie. Ja. En dat hebben we de afgelopen 3 jaar ook gezien. De modellen regeerden, niet de werkelijkheid. En dat zie je bij stikstof zie je dat terug. Je ziet dat eigenlijk bij CO2 terug. Een combinatie van een overdreven vertrouwen in technologie samen met een enorm simplistisch oorzaak-gevolgdenken. Alsof je aan een knop met CO2 kunt draaien dat dan het milieu verbetert. En dat zie je bij stikstof ook. Die technologie ten dienste van de mens, wetenschap, mensen al ervan weten te doordringen. Jongens, het is complexer dan wij denken. En vanuit die complexiteit zou je mensen duidelijk moeten maken dat je voorzichtig moet zijn. Kijk eens dat aan. Is denk ik de kern van de zaak. Wees voorzichtig met wat je doet. En ga niet zomaar ergens in zitten rommelen. Of het nou om vaccins of stikstof of CO2 gaat. Het zit altijd complexer in elkaar dan dat je denkt. Ja. Ja. En dus wij geloven dat met die big tech is er een vermogen tot micromanagement ontstaan. Ondersteund door gedragsunits. Hè? Ja. En dat loopt helemaal fout.
Dat loopt. We hebben dat gezien met de coronapas. Het micromanagen van individuele burgers, dat zou in de Nederlandse grondwet artikel 1 moeten verboden worden. Ja. We willen een samenleving van mensen en niet van micro-gemanagde, door machines gemanagde. Dan zitten we in China. Ja. En dat is te weinig aan bod gekomen. Maar dus, niemand gaat zich natuurhumanist noemen. Dat is een moeilijk begrip, besef ik ook. We hebben het gekozen omdat het mooi, het transhumanisme, met zijn optimistisch geloof in de mogelijkheden van technologie en zoveel mogelijk vaccins en zoveel mogelijk ingeplante chips en zoveel mogelijk medicalisering. Tegenover dat transhumanisme zetten wij natuurhumanisme. Het had een andere naam kunnen zijn en ik verwacht ook niet dat mensen t-shirts gaan dragen of morgen uit het bed springen van ik ben natuurhumanist. Maar er is wel veel werk te doen en vooral in de levensbeschouwelijke zuil. Het Humanistisch Verbond van Nederland, ik heb de website nagelezen, spreekt niet over het uitsluitingsbeleid tijdens de pandemie. De grote religies hebben zich koest gehouden. Af en toe een priester die de kerk wel opengooide. Terecht verwijt van Ronald Meester in zijn boek. Ja, voilà. Paul, ik kan me voorstellen dat er kijkers zijn die denken van, oh ja, dit sluit wel aan bij hoe ik denk en wat ik wil uitdragen. Kunnen mensen zich aansluiten of hoe werkt jouw platform? Ja, het is een stapje in de juiste richting. Er is een registratiemogelijkheid op die website. En dan blijven ze op de hoogte. Maar we gaan dus geen nieuwszender worden. Het is een reflectieplatform. En we hopen door samenwerking met de juiste media, en Blackbox zit daar bovenaan in de lijst, aan verspreiding te doen van de teksten die we krijgen. Maar het is een klein begin. En ik denk ook, ik nodig veel mensen uit om toch eens te kijken. Er is een levensbeschouwelijke exceptie geweest voor mensen die Amerika inreizen. En dus je moet gevaccineerd zijn. Tot voor kort moest je gevaccineerd zijn om naar Amerika te vliegen. Maar je kon een levensbeschouwelijke exceptie inroepen. Wel, heel veel mensen vragen mij, hoe ziet die eruit? Ja? En kunnen we, want dat gaat ons dan iets leren over hoe we die levensbeschouwing verder moeten organiseren. Ja. Maar ik denk dat we eerst kennis moeten sprokkelen en verbinding moeten creëren. En dus de domme theorie dat mensen voor de boeren zijn en tegen pandemie, omdat ze gewoon alleen maar van extreme houden, die wil ik als complottheorie graag afvoeren. Ik denk dat er oprechte bezorgdheden leven in die beide dossiers en in talrijke andere dossiers, zoals de toeslagaffaire. Maar dat we met die veel te optimistische politici en hun big tech verhaaltjes, die rode draad, die verbinding niet zien, terwijl duizenden mensen het onmiddellijk aanvoelen. Stapje voor stapje. Ja. Ik wens jou heel veel succes bij je nieuwe platform. Heel erg bedankt dat je dat vandaag hier wilde uitdragen voor ons. Ja. Jij hebt ook al een paar keer benoemd over de boeren. Ja. Protesten in België, maar ook zondag 11 maart in Den Haag is er een protest. Blackbox zal ook een live verslag daarvan doen met Erwin Taams. Maar er zijn twee protesten op zondag. Er is ook een protest 10, 15 minuten verderop in Den Haag van Extinction Rebellion. En collega Jasmijn zal dan ontgroend worden als verslaggever. Die zal voor het eerst live verslag doen. Nee, ik kan je voorstellen, twee verschillende plekken. Het is natuurlijk een hele productie. Dus we hopen dat jullie ook hierin weer willen bijdragen of willen steunen. En dat kan natuurlijk via blackbox.tv/doneren. Misschien willen de boeren wel een paar pannetjes tomatensoep meenemen voor de Action Rebellion mensen. Wie weet, alle hulp is welkom. En ik zei volgens mij, ik zei zondag 11 maart, maar het is zaterdag 11 maart. Goed, Paul de Hert, heel erg bedankt. Geert van der Bossen en tenslotte Jan Bonte. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Ja.